Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik sta hier voor een hartjesmuur en dat denk je natuurlijk gelijk aan mij. Dat denk ik tenminste. Maar waar ik jullie vandaag wat meer over wil laten vertellen is het genderaspect. Dus in hoever ben je een man, in hoever ben je een vrouw. Daar ga ik een paar studenten wat vragen over stellen, want er is binnenkort een evenement. Hou je vast. Momenteel zijn we dus bezig met de productie van Autos en Barbies. Het gaat voornamelijk over hoe genderneutraal sta jij erin, hoe genderneutraal denk jij of ben jij. Hoe mensen van geboorte aan meekrijgen wat de rollen van gender zijn en hoe dat door de hele samenleving en ook later in het werk weer aan bod komt. Het speelt heel erg in de media en overal. En ook zijn wij eigenlijk de volgende generatie die de kinderen moet gaan opvoeden. Als je naar het toilet gaat als vrouw zijnde, dan ga je naar het toilet zonder daarbij na te denken. Maar bijvoorbeeld iemand die als sekse vrouw is, maar die zich identificeert als man, die komt voor een hele, ja, hoe zeg je dat, die staat eigenlijk voor het blok. Want die voelt zich niet thuis op het vrouwelijke toilet, maar ook niet op het mannelijke toilet. Wij kunnen verwachten enkele docenten binnen de HVA die veel kennis hebben over onder andere pedagogiek, dus echt op de opvoeding zitten van het programma. Opvoeding is een van onze onderdelen. Verder kunnen we ook mensen uit de mediawereld verwachten, dus die echt veel kennis hebben over hoe je media erbij gebruikt en hoe je ook wat reclames willen hebben. Ja, je moet je wel even inschrijven. We hebben een mooie Facebookpagina daarvoor opgezet met een aanmeldlink. We hebben niet onbeperkt plekken vrij. Maar als je daar even aanmeldt, dat is gewoon gratis, kan je komen op de HVA. Het was voor mij eerst een beetje unclear precies wat mensen, ja, waarom dat eigenlijk een probleem was. En ik denk dat ik over de periode van deze workshop ook en deze klasreeks, dat ik er wel achter ben gekomen dat het probleem daadwerkelijk leeft. Dus ja, ik ben er zeg maar een stuk wijzer door geworden. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is, omdat we er allemaal mee te maken hebben. En ik denk dat we als maatschappij te veel waarde aan hechten aan man of vrouw zijn. En dat gaan we hier laten zien. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen eigenlijk als gelijk wordt gezien. Ja, ik vind het heel belangrijk dat het aan het licht gebracht wordt en mensen erover gaan praten. Naarmate ik er meer over te weten ben gekomen, is het gewoon erachter gekomen dat het een heel belangrijk onderwerp is. Een van de grootste onderwerpen eigenlijk van deze tijd waar onze generatie mee te maken heeft. Men accepteert homo's, men accepteert lesbiennes, maar er is zoveel meer dan dat en daar is van nog te weinig aandacht voor. 16 mei van 5 tot 6:30. Je kunt je aanmelden via de HVA-site, hva.floor.nl. En kan je ten alle tijde aanmelden, dus ik zeg doen. Je verliest er niks mee, je wordt alleen maar een stukje wijs van en het is alleen maar beter voor begrip voor elkaar. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad en jullie allemaal gaan aanmelden voor het evenement Autos en Barbies. Dat kunnen jullie dus eventjes doen in de link die jullie net hebben gezien. En dan kunnen jullie gelijk eventjes abonneren op ons kanaal. Dat kan je hier doen. En dan kan je mijn volgende video hier zien en de video van mij daar. En dan zie ik jullie allemaal op 16 mei. Doei!